Nou, ik zit hier te kijken naar mijn eigen beeld in de spiegel en iedereen heeft natuurlijk zijn eigen beeld en ieder beeld is ook weer anders. En het beeld, het gezicht van Parkinson, dat is waar we het vandaag op Wereldpark over willen hebben, want Parkinson heeft ongelooflijk veel verschillende gezichten. Mensen zeggen wel eens tegen mij: "Joh Bas, is dat nou niet saai dat je alleen maar mensen met Parkinson ziet op je spreekuur?" En dat is om minstens twee redenen totaal niet saai. In de eerste plaats is Parkinson bij iedere mens weer anders. Dat beeld is bij iedereen anders. En het tweede is dat mensen natuurlijk allemaal anders zijn. Dus ook al lijkt de Parkinson qua beeld, qua gezicht misschien nog een beetje hetzelfde op iemand anders, dan zijn de wensen en de voorkeuren van de mensen die de ziekte hebben natuurlijk weer compleet anders. En wat we weten is dat het beeld dat de buitenwereld heeft van Parkinson, het idee dat mensen hebben, dat dat gewoon niet klopt. Iedereen denkt dat tremor, het trillen, synoniem staat aan Parkinson. En dat klopt niet. Minstens één op de drie mensen trilt helemaal nooit. We zijn eigenlijk heel erg onder de indruk van de enorme verschillen in hoe de ziekte zich uit, het tempo waarin de ziekte achteruit gaat, soms wat sneller voor de één, soms wat langzamer voor de ander, de mate waarin mensen reageren en verbeteren op de therapie, en ook de mate waarin ze bijwerkingen kunnen krijgen. Dat is bijvoorbeeld een reden waarom we bezig zijn met de grote Parkinson-op-maatstudie vanuit het Radboud UMC: om die verschillen tussen de gezichten van Parkinson beter te gaan begrijpen. En toch belangrijk om vandaag, op Wereldparkzondag, nog een keer te zeggen: er komen helaas nog heel veel nieuwe gezichten bij. Parkinson blijkt uit allerlei onderzoeken de snelst groeiende neurologische ziekte ter wereld te zijn. Dat is aan de ene kant schrikken. Maar het is wel een gegeven en dat heeft, denken we, te maken met een aantal factoren. We worden beter in het vaststellen van Parkinson. Mensen worden ouder en Parkinson is een ziekte die vaker voorkomt op hogere leeftijd. Maar er spelen ook misschien factoren mee, zoals vervuiling van de omgeving, bijvoorbeeld pesticiden, bijvoorbeeld de industriële revolutie. In China bijvoorbeeld is Parkinson in de afgelopen 10 tot 15 jaar nagenoeg verdubbeld. Wat waarschijnlijk te maken heeft met al die vieze industrie die zich daar afspeelt. Wat al die gezichten zijn, die miljoenen verschillende gezichten over heel de wereld. Wat dat betekent voor mensen. Wat er achter die gezichten schuil gaat, Dat is waar we het op Wereldpark zondag in een hele bijzondere setting vandaag over willen gaan hebben. En ik denk dat dat hopelijk bijdraagt tot een beter gezicht dat mensen hebben bij deze ziekte.